Slobbert, fantasie, maar nu even niet. Ah, daar ben je. Wat ben je aan het doen? Ik speel de nieuwste fantasy game op mijn nieuwe spelcomputer. Fantasy game? Fantasy game. Een spel dat zich afspeelt in een wonderlijke fantasiewereld. Dan ben jij Pien. Ja, met de uitgebreide character creator kun je een avatar maken van jezelf. Gaaf, hè? Ja. Pien! Pien! Ik heb een geheime ingang naar het magische woud gevonden. Hier vlakbij. Kom snel. Het is magisch. Ik ben nu even bezig. Weet je zeker, Pien? Het is zo mooi. Fascinerend. Hallo? Ja, deze game speelt zich dus af in een spannende, mysterieuze wereld die totaal anders is dan onze eigen wereld. En wat is daar dan zo leuk aan? Nou, dus een keer een beetje ontsnappen aan de dagelijkse sleur, in plaats van steeds maar weer dezelfde saaie dingen doen. Wat was dat? Oh nee, niks. De ijsdraak uit het gebergte van de eeuwige vorst is zojuist ontwaakt en die terroriseert een nabijgelegen dorpje. Ah, oké. Nou, anyway, moet je kijken. Ik heb net een missie aangenomen waarbij ik een vaatwasser moet uitruimen. Vaatwasser? Wat is dat? Geen idee, maar het klinkt wel heel avontuurlijk. Hoeveel zin is het allemaal, hè? Dan heb je wel een hele grote fantasie.